Van Oort Interieurs bestaat 100 jaar. Een periode waarin het Udens bedrijf enorm veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt. Van verschillende plekken in het centrum belandde de winkel uiteindelijk aan de Vijverlaan, waar ze nu gevestigd zijn. Ja, dat was een enorme stap, maar niet zozeer dat we van buiten het centrum in het centrum gingen zitten, maar vooral omdat we in die tijd het helemaal het roer omgegooid hebben en eigenlijk van de dorpswinkel zijn overgegaan tot een echt interieurbedrijf. Want toen ik thuis in de zaak kwam, een dikke 50 jaar geleden, ja, toen was er gewoon een winkeltje, hè, verkochte kokersmatten en bedden. En, ja, maar verder. En dan binnen Uden en directe omgeving, en verder niet. Maar omdat ik dus opleidingen gevolgd had en meer in het interieur thuis kwam, dan denk ik, ja, ik moet toch niet mijn hele leven zo'n winkeltje hebben. Nou, toen is het idee ontstaan om elders in Uden te gaan bouwen. Van het kind af aan is er gezegd, onze Ferry komt in de zaak. Ja? En ik was de jongste thuis. Nou, alle andere, mijn broers en zusters, die moesten ook op hun plaats komen. Nou, daar moest geld voor verdiend worden, dus zolang moest je die winkel aanhouden. En vandaar dat ze altijd zei, de jongste, ik dus, die komt in de zaak. Ik heb nooit anders gehoord thuis. Ferry heeft echter nooit advies kunnen inwinnen bij zijn ouders. Van de Kapelstraat naar de Markstraat hebben ze ook niet meegemaakt. Hè? Zo oud zijn ze niet geworden. Dus wat dat betreft hebben we daar nooit over kunnen praten. Het was eigenlijk mijn opa, hè? Hij was 50 jaar ouder dan ik. Ja, dus, en dan zo'n generatieverschil, zeker in die tijd. Nee, dat kan niet zeggen dat ik dat echt gemist heb. Ook voor zijn zoon Joost was het bijna vanzelfsprekend om in het bedrijf te gaan. Nee, ik ben eigenlijk al in de Marktstraat begonnen toenertijd. Feitelijk eerst eigenlijk in het magazijn, dus echt vanaf onderaf aan opgebouwd, ondanks de vooropleiding. Maar daardoor heb je wel al die facetten van het bedrijf leren kennen, maar ook de medewerkers die er in die functies aanwezig waren, maar ook wat er qua procedures daar liep. En dan kun je ook kijken van, god, hoe kan het anders, hoe kan het beter, waar kunnen verbeteringen komen? Dus dat is eigenlijk de beginstap geweest. Dat is dat vergelijk met de stap die bijvoorbeeld mijn vader heeft moeten maken in van de Kapelstraat naar de Marktstraat in 1969. Dan denk ik dat hij misschien wat groter was, omdat hij er feitelijk alleen voor stond. En wij hadden toen een driemansdirectie, waarbij ik assisteerde, waardoor het voor mij dus wat makkelijker was, omdat de taken verdeeld waren. Een van de directieleden waar Joost mee samenwerkt is Peter Jagers. Hij begon in 1963 bij Van Oort Interieurs als leerling stoffeerder. Dat heb ik gedaan tot mijn 18e jaar. En toen viel er een verkoper weg in de winkel. Die ging met vakantie of iets dergelijks. En toen zei Ferry, goh Peter, is misschien wel iets voor jou. Nou, toen ben ik daar 14 dagen in de winkel geweest. En dat viel zo goed dat ik er eigenlijk nooit meer uitgegaan ben. Nou, daarna had Ferry de plannen gekregen dus om nieuw te bouwen in de Marktstraat. En daar heb ik eigenlijk meteen de positie van bedrijfsleider ingevuld. Eigenlijk kunnen we wel zeggen dat we vanaf de eerste jaren natuurlijk niet, want dan moest ik alles nog leren. Maar van de tijd dat de plannen gemaakt zijn om te gaan bouwen in de Marktstraat, ik heel veel met Ferry aan tafel heb gezeten om die plannen te bespreken en daarin te assisteren. Dus misschien is het wel zo wat Ferry en zijn vader miste, dat hij daar een beetje mij teruggevonden heeft. Peter voelt zichzelf dan ook helemaal opgenomen in het familiebedrijf. Men zegt ook wel eens Peter van Oort tegen mij, hè, omdat ik hier toch eigenlijk een beetje bij het interieur hoor, hè, als ik dat zo mag zeggen. Maar de familie van Oort die is zo sociaal geweest dat ik daar eigenlijk een onderdeel van ben geworden. En zo heb ik het ook altijd gevoeld, vandaar dat ik ook mijn hele leven hier ben blijven hangen. Nu, in 2012, is er niet heel veel meer te herkennen van het bedrijf zoals het ooit begonnen is. Misschien het hele echte meubel maken niet, alhoewel wij tot op de dag van vandaag ook nog steeds speciale plannen uitvoeren waarbij ook meubelmakerswerk op maat aangeboden wordt. He, want het is ondanks alles wat geproduceerd wordt, zie je toch vaak dat net dat stukje maatwerk bijna niet meer verkrijgbaar is en ook daarin kunnen wij een stuk aanvulling geven. Anderzijds heb je altijd wel even van die momenten dat je ook zit te denken van, moet ik niet eens een keer verder om me heen kijken. Maar dan kom je toch wel gauw terug bij van, laten we hier maar eens mooi mee doorgaan, want dit is toch eigenlijk wel heel mooi.